Tiel was in 2017 veiliger dan in de jaren daarvoor. Op vrijwel alle fronten is er minder criminaliteit en overlast geconstateerd. Ook een aantal ongevallen daalde. Vooral op het gebied van woninginbraken is veel winst geboekt. Waarin Tiel in 2012 nog 567 gevallen werden genoteerd, is dat in 2017 teruggelopen tot 104 aangiften. Een daling van meer dan 80%. In 2016 waren het er nog 150. Zeven keer werd het afgelopen jaar een tiel iemand beroofd op straat. In 2016 gebeurde dat elf keer, het jaar daarvoor vijftien keer. Na twee jaar met rond de 350 ongelukken waren er in 2017 weer minder. De politie telde 269 ongevallen met materiële schade en 21 met letsel.